Hallo familie, ik ben Rutger en wat fabulous dat je weer kijkt. Wow. Hè? Ik klink echt heel anders dan normaal. Maar dat klopt, want ik heb namelijk een hele nieuwe microfoon. Althans, ik hoop dat hij het doet en dat jullie me nu horen. Anders is dit gewoon een hele stomme video. Als je snapt wat ik bedoel. In de zin van stom, doof, geen geluid. Maar hoe kan ik de nieuwe microfoon nou beter inluiden met de serie waar jullie allemaal op hebben gewacht? Waar ik echt al veel te lang geen video voor heb gemaakt. En je hebt het natuurlijk al lang aan de titel gezien. Maar vandaag heb ik voor jullie een gloednieuwe vertalen. Als je er ook heel veel zin in hebt, doe dan zeker alvast nu eventjes een duimpje omhoog. Dan ga ik terwijl dit geweldige oortje installeren in mijn oor, als het allemaal past. Ik zit alleen nu al compleet in de knoop. Ik vraag me altijd af hoe die oorlogjes die knopen leggen, want mij zou dat zelf nooit lukken. Ja hoor, hij is eruit. Maar dit zijn echt van die professionele zangoortjes. Die had ik gekregen bij It Takes Two. Echt super chill. En het is een beetje een ingewikkeld verhaal, net zoals... Oh, om dit ding in mijn oor te krijgen. Maar ik speel vandaag niet zelf op de piano, maar ik zing mee met een vooraf ingespeeld prachtig pianostuk. En als ik dit dan in mijn oor doe, om een of andere reden is het geluid dan gewoon het beste voor jullie. Zo, oh dit is ook heel charmant met grijs. Ik hoop niet dat ik een zweetvlek heb. Nou, geweldig jongens, hij zit helemaal goed. Dan is het tijd om te gaan zingen en dan krijg ik altijd wel een beetje een soort van X-Factor gevoel. En laten we nou net het eerste liedje overgaan, namelijk Shout Out To My Ex van Little Mix. Shout out to my ex. Je bent wel echt de man. Je brak mijn hart en dat maakte wie ik ben. Shout out naar mijn ex. Hey, kijk mij nu eens, want ik ben succesvol en je krijgt me nooit meer klein. Je krijgt me nooit meer klein. Je krijgt me nooit meer klein. Dat je het even weet, ex, het is dat het nog best wel leuk klinkt in het Nederlands. Dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Maar dat kan er eigenlijk best wel mee door. En weet je wat, ik heb een heel leuk idee. Laten we gewoon allemaal massaal de namen van onze ex in de comments zetten. Gewoon als teken dat je er helemaal overheen bent. En dat je veel beter zonder hem of haar af bent. Moet ik gelijk aan die van mij denken. In groep 1 had ik Sherida. En we waren het een beetje vergeten om het uit te maken. Dus in groep 8 maakte ze het eigenlijk pas uit. Maar tussendoor had ik ook nog Lotje en Noelle. 2 hours later. Laten we anders snel doorgaan met de volgende. En toevallig is dat mijn toekomstige ex. Nee, grapje. Nee. Ik ben heel erg blij met Thomas. Laat maar. Maar ik vind Shawn Mendes echt geweldig. Ik ben naar zijn concert geweest. Ik heb zelf samen met hem gevlogd. Oh my god, kijk maar mee. Alright, so we're here with Shawn. And all our viewers really love you. You guys look like vloggers, I should know. En ik vind zijn muziek super leuk. Alleen snap ik gewoon één liedje niet helemaal. Want volgens mij wil hij ons gewoon duidelijk maken dat hij compleet verslaafd is aan chocola. Toon mij een open deur. Dan sla je de deur hard dicht. Ik kan het niet meer aan, schatje. Zeg je, heb je merci voor me? Doe voorzichtig met mijn hart, ook al wil je mij geen pijn doen. Jij scheurt mij steeds uit elkaar. Heb je alsjeblieft merci, merci voor mijn hart. Heb je alsjeblieft merci, merci voor mijn hart. Snap je nou mijn punt waarop ik denk dat Shawn gewoon stiekem heel erg verslaafd is aan chocola? Ja, en ik snap hem ook wel hoor, want het is natuurlijk ook eigenlijk veel te lekker. Maar ja, om er nou een heel liedje over te schrijven, vind ik ook wel een beetje... Oh, deze is vies. Nou ja, het is nu al de chocolade. Het zit nu al in mijn mond. Laten we snel doorgaan met echt een van de mooiste liedjes ooit. Namelijk True Colors. Dat is eigenlijk al een heel oud liedje, maar hij zit nu in een of andere film over trollen. En er is ook een Nederlandse versie van in de Nederlandse film. Maar ik heb hem zelf nog een keer letterlijk vertaald vanuit het Engels. Want ik vond de Nederlandse tekst gewoon niet zo leuk. Dus dit is True Colors. Jij met die trieste blik. Wees niet ontmoedigd, oh besef me goed. Het vergt echt veel lef. In een wereld vol mensen. Is het overweldigend? overweldigend en de duisternis in je maakt je bang en alleen. Maar ik zie jouw ware kleur en stralen. Ik zie jouw ware kleuren en dat maakt je prachtig. Dus wees maar niet bang en laat ze zien in jouw ware kleuren zijn prachtig mooi. Als een regenboog. Yay! Ik hou echt zoveel van dit liedje, jongens. Echt. Oh. En van deze regenboog. Ik bedoel, hoe leuk is deze? Ik geef hem ook gewoon gelijk hier een plekje. Zo, voor mijn logo. Daar gaat mijn zelfpromotie. En laten we snel doorgaan met de volgende vertaling. En deze is van het Nederlands naar het Engels. En hij is van iemand die jullie vast allemaal kennen. Namelijk Teske met Opnieuw. And I do it every time again. I do it every time again. Say that I change, but I don't do it wrong again. I don't fuck with you. Oh, 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 oh. Laten we doorgaan met Martin Garrix. Of moet ik zeggen Martijn Gerritsen. Aangezien we aan het vertalen zijn. Dus dan moet ik eigenlijk zijn naam ook gewoon in het Nederlands zeggen. En een van mijn favoriete liedjes van de afgelopen tijd is wel In the Name of Love. En in het Nederlands klinkt hij zo. Als er gekte is. Als er gif zit in jouw hoofd. Als het verdriet je gebroken laat liggen. Ik hou jou vast in de diepte van wanhoop. En dat alles vanuit liefde. Vanuit liefde. Vanuit liefde. Vanuit liefde. Vanuit liefde. Oh, oh, oh. Oh. Nou jongens, en als er iets is wat ik vandaag vanuit liefde heb gedaan, zo even dat oortje weg, dan is het wel deze vertalen baken. Ik hoop dat je er met heel veel plezier naar hebt gekeken. Als dat zo is, doe dan zeker eventjes een duimpje omhoog. En als je nog een bepaald liedje hebt wat ik echt speciaal voor jou moet gaan vertalen, laat het dan weten in de reacties. Zet daar jouw favoriete liedje neer en wie weet stuur ik je dan een persoonlijke vertaling toe. Die ga ik namelijk verloten onder alle reacties. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, klik dan trouwens eventjes hier op mijn hoofd, dan kan je dat doen. En als je de video van vorige week nog niet hebt gezien, kan je gewoon eventjes hier klikken. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je natuurlijk gewoon volgende week Thursday weer om 12:30 middags. Maar tot die tijd, stay fabulous, doei doei, mwah!